Dat is nu nog heel moeilijk te zeggen natuurlijk, hè, omdat inspecteurs nog steeds bezig zijn in de kathedraal, net als de brandweer trouwens, om de schade op te nemen. Er wordt inderdaad nog steeds geblust. Ik kijk nu naar de Notre-Dame. Dan gaat een enorme waterstraal omhoog tegen de muren van de kathedraal. Dat moet voor koelte zorgen. Hoe lang het nog gaat duren, dat weten we niet natuurlijk. De schade is ook moeilijk in kaart te brengen. Zoals ik zei, we weten nu wel dat zo'n 2/3 van het dak van de kathedraal volledig verwoest is door de brand. De enorme torenpiek, die is dus ook helemaal naar beneden gekomen. En van de kunstschat en reliquieën, zegt de overheid, nou is zo'n 30% misschien van gered. En dat betekent dat 70% in vlam is opgegaan. Gisteren veel beelden van huilende mensen op straat. Wat voor reacties kreeg jij? Nou, de mensen die je hier ziet, ik heb ook veel huilende mensen gezien gisteravond, zelfs ook vanochtend weer, want de mensen staan hier opnieuw achter die rood-witte linten om te kijken naar die kathedraal en hoe die verwoest is. Foto's worden er veel genomen, ook door heel veel toeristen trouwens die hier natuurlijk zijn. Ja, en in de media, in de Franse media, zit natuurlijk ook onderwerp nummer 1 en misschien zelfs wel het enige onderwerp ook. Op alle voorpagina's van de kranten vanochtend, hele bijlagen hebben kranten gedrukt over wat er precies gebeurd is. En ook radio en televisie zenden de hele tijd live uit vanaf deze plek. Ja, gelukkig heeft Macron inmiddels wel aangegeven dus dat de Notre-Dame herbouwd gaat worden. Daar is ook al 100 miljoen euro voor opgehaald. Waar komt dat geld vandaan? Ja, die 100 miljoen komt van de beroemdste ondernemersfamilie van Frankrijk, zou je kunnen zeggen. Dat is de familie Pinault. Die zijn onder meer eigenaar van beroemde luxe mode- en parfummerken zoals Yves Saint Laurent en Gucci. Ja. En die hebben gezegd, wij schenken 100 miljoen euro voor de herstelwerkzaamheden van de Notre-Dame. Dat is niet de enige, hè, want Macron heeft gisteravond inderdaad die oproep gedaan dat er een soort landelijke inzamelingsactie komt. Die zal vandaag van start gaan. Maar er zijn ook allerlei andere initiatieven begonnen om geld in te zamelen. Zelfs in Amerika is er al een fonds dat zich bezig nu houdt met geld inzamelen. Maar die 100 miljoen is dus niet genoeg. We weten nog steeds niet hoe groot de schade precies is natuurlijk. Hè. Dus daar zal het heel erg van afhangen. Daar is ook nog geen berekening van te maken. En nog los van de kosten natuurlijk die de renovatie gaat kosten. Het is vooral ook, toch merk je hier heel erg duidelijk, emotionele schade voor de Fransen. Want dit is een nationaal monument dat echt alle Fransen kennen. Zelfs uit hun schoolboekjes.